Hey, wat super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag een vintage gerelateerde video. En ik weet zeker dat heel veel mensen hier heel erg blij mee gaan zijn. Ik heb besloten om vandaag de zoektocht op United Wardrobe te beginnen. En ik wil beginnen met jurken. Ik merk met het lekkere weer en dat ik thuis zit dat ik iets makkelijks aan wil doen. Maar toch zeg maar put together, dressed up. Dus ik draag heel veel jurkjes. Als ik bijvoorbeeld dan naar buiten ga om een rondje te lopen bijvoorbeeld. Hup, pleur ik er sneakers onder. En dan zie je het toch classy. Oké. Die moest gewoon even. Weet je wat het is? Ik mis tweedehands winkelen zo erg. Ik mis kringlopen. Ik mis vintage shoppen. Ik mis... Ik denk nu ook, omdat iedereen binnen zit, dat mensen ook echt hun kasten aan het... sorteren zijn en dingen aan het wegdoen zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd wat we gaan tegenkomen. Ik ga me focussen op jurken en ik wil niet meer besteden dan 50 euro. Dus ik ga jullie aanzetten op mijn big screen die hier staat. Ik weet niet of jullie merken hoe excited ik hierover ben. Waar is mijn bril? Because I can't see shit. Ik heb trouwens helemaal niet zoveel sterkte hoor. Ik heb min 0,5 en plus 0,5. Maar ik heb ook een cilinder. Iets met een cilinder. Ik weet niet precies. Ja, dit is wel een beetje anders. Zo. Maar goed, hè, weet je. Kan er ook niks aan doen. Dit is dus United Wardrobe. Hallo, even tussendoor. Ik heb mijn United Wardrobe account voor jullie in de beschrijving gezet. Er staat nu nog niks op, maar er komen snel items op. Dus dat kan je checken. Terug naar de video. Ik ga voor een leuke summer dress. Kijk, deze is dus echt heel cute. Maar 40 euro, dan denk je echt... No. Oh, wat cute dit, hé. Echt heel cute. Maar goed, daar zijn we niet voor gekomen. We gaan voor comfy. En ik wil meer wat langere jurken. Ik merk dat ik nu langere jurken fijner vind. Dus voor maxi. En ik vind wrap-up jurken ook heel erg leuk. Ja. Yeah. Heel cute. Maar ik vind die paarse dingen op niet zo leuk. Deze. Dit is zo'n Zara jurkje. Oeh. Oh, deze is leuk. Ik denk dat die heel leuk is. Weet je wat het is met dit soort jurken? Het is of very nice. Of heel, zeg maar, tuttig. Jammer dat er geen aanfoto is. Ik ga gewoon een reactie zetten. Hoi. Heb je een aanpoto? Aanpoot, zegt hij. Ja, natuurlijk. Nou, die wachten we nog even af. Ik lijk hem wel eventjes dat ik hem onthoud. Deze is heel leuk. Maar ik ga voor lange maxi dresses. En ik snap niet waarom ik nu steeds op die uitkom. Misschien kan ik wel subcategorie... Jerseyjurken, lange rokken, zomerjurk. Zomerjurk? Kijk, dit is heel cute. Maar het staat heel gek. Maar het lijkt net of de bovenkant, op deze foto zie je dat het lijkt net of de bovenkant heel lang is. En ik heb geen lang bovenlijf. Ik heb een kort bovenlijf. Lange benen. Zegt de 1,60 meter. Maar ik vind de kleur super leuk. En ik vraag me af of je dat knoopje niet wat meer omhoog kan doen. Oh, zal ik het erop wagen? Wrap up. Niet dus. Aha, look. Dit bedoel ik. Cute ook, deze. Is het nou blauw? Donkerblauw, ja. Donkerblauw overslagjurkje met stretchpatroon. Ik heb de jurk één keer aangemaakt, maar het stond niet helemaal mijn ding. Wel heel cute. Alleen ik hou niet van donkerblauw. Heel leuk. Maar hoe oranje is die? Oh, die is leuk. Hier zit een blue light filter in. Dus ik zie het nog feller. Geel. Hij lijkt wel heel erg oranje. Maar als je dan mooi bruin bent. Ik heb net deze jurk gevonden. En nu vind ik hem best wel leuk. 1,72 meter is ze. Ja, en bij haar is hij al best wel groot. Het gaat er niet worden. Oh, wat een leuke top. Maar even afgeleid. Stay focused. Oh my god. Oeh, mooi.
We zijn echt al nu een half uur verder. En ik kom net dus op deze jurk. Het enige waar ik aan twijfel is zeg maar de dikte van dit. Dus het kan heel vintage, heel leuk staan. Maar ja, ik zag hem dus in de outlet. En hij is van €120 naar €10,50. Maar ik wil het gewoon proberen. En ook al is het niet, was het maar €10,50. I mean, hij kan wel echt leuk zijn, toch? Echt, I wish dat jullie zeg maar terug konden praten van... Nee, Ro, niet doen. Of je wil het doen. Ik kan natuurlijk. Ik kan natuurlijk mijn vintage buddy even om advies vragen. Ik weet niet of ze gaat opnemen, maar we'll see. Ze is aan het verhuizen. Ja! Hallo. Ik ben een video aan het opnemen. En ik twijfel over een item. En ik moest je even facetimings. Ja. Of ik kom het doen of niet. Ik ben dus op zoek naar jurken. Zie je dit? Snap je mij? Ja, mooi. Lijkt het niet op een gilet? Ja, want jij bent nog wel petit, weet je wel. Dus dan is dat misschien net te breed voor jou. Misschien wordt het wel maar zo te groot, weet je wel. Maar hij is dus van €120 naar €10. Ja, als je niks anders vindt, zou ik het wel doen. Maar misschien kunnen we even verder kijken als je twijfelt. Heb je al op satijn gezocht? Is dat helemaal vol ermee? Op bij United? Mm-hmm. Nee, nog niet. Maar ik heb satijn aan. Ja, daarom dacht ik aan. Waar heb je het shirt vandaan? Het is echt een leuke mooie kleur. Kringloop. Ik mis kringloop. Ja, ik ben een beetje heel zachtjes aan het praten, want Sico zit hier te werken. En ik zit hier met mijn schoonmoeder ook. Die heeft me geholpen met inpakken vandaag. Oké, nou, ik kom hier. Zij dacht dus inderdaad hetzelfde wat ik dacht. En dat is omdat ik best wel petit ben, dat dit misschien wat te groot gaat worden. Misschien. Laat ik het wel een verrassing wat ik koop. Ik denk dat het nu wel genoeg online shoppen with me is geweest. Online vintage shoppen with me. Ik hou de rest nog even geheim. En dan zien jullie mij in het volgende shot dat ik alle pakketjes binnen heb. A bit, hè? A bit too light, hè? Yes. Echt een hele poos geleden. En dat komt omdat er een aantal dingen zijn gebeurd in mijn life. Omdat de corona shit gaande is. Wilde ik niet de pakketjes pas openen op beeld en dan aantrekken. Weet je, safety first. Dus wat ik heb gedaan is, ik heb ze gewassen, gestreken. Ik heb ze dus nog niet gepast. Dus ik ben super benieuwd. Ik heb hier een spiegel. Oké. Hallo. Ik doe het laatste knoopje. Zo, ik hou... Oh, ik vind dit jurkje zo leuk. Oh, ik heb hem niet super goed gestreken. Lekker ook. Oké. Ik hou echt van deze vierkante banden, zeg maar, die recht omhoog hier zo staan. Eventjes. Ik heb echt nog super witte benen. Ik heb echt niet zo heel veel in de zon gezeten. Ik ben vooral verliefd op dit deel. Oh, het is sowieso goed, toch? Ik wil jullie toch even de knoopjes laten zien. Een soort luipaard. Ding. En dit jurkje is dus van Hollister. Ik heb nog nooit in mijn hele leven iets van Hollister gekocht. Dit jurkje was dus maar €9. Nou, ik ga deze echt vaak dragen. Ik ben echt zoekend. En het is dus een corduroy stofje. Ik vind wel, ik heb hem gestreken en er blijven een soort van kreukels in zitten. Sneakers. Zou ik deze fila's erbij doen? Want... Jullie weten, ik ben zeg maar wel girly. Maar ik hou niet van tuttig. Dus ik hoop niet dat je alles van binnen ziet. Vind ik echt wel heel erg leuk. Met mijn scrunchie of zo. Bril op. Zo'n tasje erbij. Zo. Misschien is het wel heel erg leuk als ik er een truitje onder doe. Maar de vibe is er. Maar omdat het off-shoulder is, minder leuk. Dus zeker nu eventjes een, ja. Op zich is het wel cute. Oh. Ik heb deze twee kettingjes van Anna Luisa gekregen. En ik had hem eigenlijk deze kant op gewild. Nou, ik vind het dus echt een look, hè. Oh. Gewoon t-shirtje, sneakertjes. En dan maak je eigenlijk, kan je gewoon, dit is dan de daily outfit. En dan doe je t-shirt uit. Pop, pop.
ketting uit, poep poep. En heb je een avondjurkie om het af te maken. Misschien is het wel too much hoor. Dat kan, dat kan. Heel blij mee, weet je. Volgende. Ik was zo lang aan het twijfelen om deze jurk te nemen. Dit is de foto en ik dacht, dit wordt zo tuttig. I love it! Kijk, het is natuurlijk wel een heel lief jurkje. Ik denk als je het zeg maar echt voor op het strand. Hij past echt perfect. Hij sluit perfect aan. Ik vind de detail hiervan zo schattig. Ik heb dus geen BH hier onderaan. Want dat vind ik wel iets mooier, dan zie je ook geen BH-bandjes. Deze cute slippertjes. Misschien staan die wel eronder. Nee. Staat heel lomp. Heel lomp. Ja, dan zie ik. Kom ik weer in mijn sneakers. Het liefst zou ik dit gewoon met blote voeten doen. Maar ja, weet je, ik kan niet met blote voeten op straat. Staat ook een beetje gek met sneakers. Maar goed, het kan wel. Ja, dat heb ik dus niet. Dus ik ga nog wat bedenken voor de schoenen, want ik weet het gewoon niet. En ik zou het sowieso weer stylen met gouden accessoirissen. En als je nog bruiner bent van de zomer. Dit tasje doen, deze heb ik in Parijs gekocht. 5 euro in een vintage winkel. Chic, hè? Nee, ik zou ook gewoon een strandtasje nemen. Ik zou het gewoon lekker voor het strand. Super leuk. En als je ergens heen gaat, kan je altijd nog deze doen. Ik heb dit tasje van M.A. gekregen. Deze hadden we bij Marbles Vintage gehaald. Deze oorbellen zouden er ook cute bij staan. Deze zijn van Mango, geloof ik. Very nice. Very nice. Je ziet helemaal niet dat hij gebruikt is. Hij lijkt gewoon helemaal nieuw. Ik heb het natuurlijk gewassen, dus dat scheelt natuurlijk wel heel erg. Maar hij is echt nog helemaal nieuw. Dus voor 13,50. Echt top. Volgende. Echt prachtig. Aan de achterkant een strikje. Ook bij deze denk je echt, is hij überhaupt wel gebruikt? Echt heel mooi. En hij zit ook gewoon goed. Ook hier heb ik weer geen BH, want je ziet dan BH-bandjes en dingetjes. Denk je, ja, laat maar zitten. Nou, nu gaan we natuurlijk niet op vakantie. Dus anders zou ik zeg maar dit aandoen op vakantie, 's avonds. En dan met dit tasje. En dan naar het restaurant. Zo mooi. Zo mooi. Als ik hier gewoon in Nederland in de stad zou gaan, dan zou ik het gewoon aandoen met sneakers en met tassie. Ja, ik denk dat ik het zo zou doen. Ja. Het lijkt echt op een pyjama jurkje. En dat heb je natuurlijk al vaak met satijn. Maar ik heb 2 satijnen jurken en dat lijken echt geen pyjama. Oh, ik vind die achterkant ook niet zo mooi. Trouwens, het vorige jurkje was 10 euro. En deze is 13. Ik weet niet wat ik van moet vinden. Roze is misschien ook niet helemaal mijn kleur. Aan de ene kant vind ik hem wel mooi. Aan de andere kant zou ik dit niet naar buiten dragen. Dit is echt een soort van morning dress, evening dress. Voordat je gaat slapen. Dit is jammer. We hadden een hele goede, maar dit vind ik jammer. Roze is misschien niet mijn kleur. Je denkt al, oh, ik kan op zich wel mee naar buiten. Ik vind het wel leuk voor een Instagram foto. Ik denk niet dat ik dit naar buiten aan zou doen. Te bedtime stories, you know. En wat ik dus al dacht, hij is te groot. Beetje zo'n buikdanseres vibe. Misschien vind ik het topje erop ook niet leuk, maar ik had even geen ander topje. Ik ga hem denk ik gewoon in laten nemen. Dan past hij gewoon, want ik vind hem wel echt heel erg leuk. Met ook een split. Ziet het net? Ziet het de split? Deze rok was maar 8 euro. No! Deze stippen zijn donkerder. Alsof er een soort van gele gloed op zit. Zie je het verschil tussen deze en deze? Ik weet niet of je het gaat zien, maar die knoopjes gaan gewoon los. Wat is dit? Nee, dit is een beetje een miskoopje. Ik heb even snel dit jurkje aangetrokken, want dat is het makkelijkste jurkje. Ik vond het echt super leuk om de dingen uit te zoeken en te passen. En ik hou echt van dit soort video's. Dus ik hoop heel dat jullie het leuk vonden. Laat vooral ook weten wat ik de volgende keer op bijvoorbeeld United Wardrobe of een andere vintage site moet kopen.
Dan zie ik jullie weer in een volgende video.